Hallo lieve vrienden, hoe is het daar? Hier is het prima deluxe, prima deluxe. Want de vraag blijft natuurlijk altijd, wat zit er nou eigenlijk onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we kijken. Bier! En niet zomaar bier, maar bier van Bierstore XL. Oh Jan, is dit gesponsord? Nee. Als er iets gesponsord is, dan krijg je er geld voor om leuke praatjes over te vertellen. En ik heb niks qua Pupunya alias Monies alias Doekoe alias centjes gekregen. Ik heb alleen het bier opgestuurd gekregen. Wat ook aardig is hoor, daar niet van. Daar wil ik niet over. Maar dit is dus niet gesponsord, maar wel gekregen bier. Bierstocks, hoe heet het? Godverdomme. Bierstore XL. Bierstore XL. En mochten jullie daar willen bestellen, dan kan dat. En als je dan de kortingscode Jan Roos aan elkaar invult, krijg je 50% korting. Dat zeg ik nu en niet straks, want ik heb hem nog niet geproefd. Maar misschien zeg ik wel dat het allemaal smerig is. Dat kan toch? De kans is niet heel groot, want ik ben namelijk een groot bierliefhebber. Want bier geeft plezier. Overigens wisten jullie dat het hele verhaaltje van bier naar wijn geeft venijn en wijn naar bier geeft plezier niks te maken heeft met dat je dronken wordt van het een of het ander na elkaar. Want dat wordt ons al verteld, hè? Van ja, bier naar wijn geeft venijn. Oftewel, als je eerst wijn zit te tanken en daarna bier, dan word je misselijk. En wijn naar bier, dat geeft dan plezier en dan word je niet misselijk. Nou, dat is natuurlijk onzin, want je wordt er gewoon altijd wel misselijk. Het gaat er eigenlijk niet om. Dat is een oud verhaal. Is dus wijn was voor de rijken en bier was voor de armen. Dus wijn naar bier geeft plezier, dus dan ben je rijker geworden. En bier naar wijn geeft venijn, oftewel dan ben je armer geworden. Want vroeger dronken de mensen bier, omdat het water niet te zuiver was, dan werd je doodziek van. En van bier niet. Nou, als ze dronken, maar dat was het dan ook. Snap jullie? Mensen zeggen wel eens, Jans reviews gaan helemaal nergens over. Maar ik neem jullie ook wel mee in de geschiedenis der dingen. Mooi. Hier staan drie bijzondere bieren. Laten we eens even kijken wat we hier hebben. Hier hebben we Doggy Style Pale Ale van Flying Dog. Doggy Style, all the while. Kennen we allemaal wel, niet? Ik hoef niet uit te leggen, toch? Hier hebben we lul.lul bier. En om af te maken hebben we hier kutbier met pruimen. Ik heb het ook niet verzonnen. Dus als jullie nu zeggen van ja, sorry, maar dat reviewkanaal is niet meer voor de jongeren onder ons, want je zegt de meest verschrikkelijke dingen. Ja, ik heb niet lul.lul bedacht, ik heb niet kutbier bedacht en Doggy Style ook niet. Alhoewel ik het wel had kunnen bedenken, want het is een van mijn favorieten. Dan hebben we niet over het bier. Maar goed, het blijft een reviewkanaal. Laat ons proeven. Drie glaasjes. Unos. Dos. Tres. Wat Spaans is voor 1, 2, 3. Aansteker. Fles bier. Prop. Aansteken fles bier. Aansteken fles bier. We beginnen met Doggy Style. Pale Ale. Nou, pale dat kennen we natuurlijk wel. En ale kennen we natuurlijk ook. Wat is het? Ingrediënten: water, gerstemout, pelgranaat, hop en gist. Eigenlijk is dat dus een heel proper biertje. Oh. Ja, dat ziet eruit als iemand met een blaasprobleem. Kutbier met pruimen. Ziet eruit als bier. Lul.lul. Doet ook een beetje oranje aan. Lul.lul is natuurlijk een grapje op 0.0. Alcohol blij bier. Leuk gevonden. Er zit gewoon 8,5% in. Dus het is hartstikke sterk bier. Ha, grappig. Kutbier, blond met pruimen. Een ode aan de bossen kut. Oké. Okay. Er staat een gedichtje achter op de achterkant. Zij verft haar het liefst in een zo onnatuurlijk mogelijke kleur. Ze draagt veel make-up en tekent haar wenkbrauwen zoals ze dat zelf wil. Als ze langskomt scheuren op haar tomos, roepen alle mannen op zijn bos. Ziet er goed uit, kut. Kutbier is een ode aan haar en aan het paaltje van het bosse taalgebruik. Proost, kut. Geen gedichtje. Maar goed, misschien wel proza.
Water, gerstemout, tarwemout, verse pruimenpuree, hop, gist, korianderzaad. Oké, maar waarom dat nou opeens doggystyle moet heten, mag Jozef weten. Wij laten ons proeven. We gaan van geel naar bijna bloederig rood. We beginnen dan waarschijnlijk bij dat lulpedulletje. Doen we gewoon, huppatee. Ruikt. Ik heb nog niet helemaal mijn geur terug, moet ik eerlijk zeggen, door corona. Maar goed, maar het ruikt prima. Het is een stevig biertje. Je merkt dat het gewoon geen 4,5 biertje is, maar wel een 8,5 biertje. Het is een sterk biertje, strong beer. Is het vies? Nee. Is het heel lekker? Nou. Ook niet echt. Het is een beetje te heftig voor mij. Maar goed, dat is persoonlijk, hè. Ik hou meer gewoon van drinkbier. En dit is dan een speciaal bier. Een lul.lul. Zou eigenlijk door kunnen gaan als een IPA-biertje. Het zou me niks verbazen dat die donkerrode IPA hier in de buurt komt. Niet vies. Smaakvol. Zit veel karakter in. Het is een beetje een wrange, licht bittere smaak. Maar niet te. Maar je merkt wel dat er heel veel alcohol in zit. Ik heb geen probleem met alcohol, maar bier is om door te zuipen. Als ik heel eerlijk ben. Dan gaan we naar het kutbier. Met pruimen. Nu verwachten jullie waarschijnlijk dat ik allemaal grappen maak over de vagine. Maar dat doe ik niet. Omdat het te makkelijk is. Ruikt lekker ziltig. Laat ons proeven van het kutbier. Allemaal leuke aardige bierstore XL. Jullie sturen mij het op. Ik proef het. En dan denk ik dus dat kutbier gemaakt van pruimen. Smaakt naar pruimen. Ik proef helemaal geen pruimen. Daar ruik ik ook geen pruimen. Ik denk dat het een stuk leuker is om te geven of te kopen. En dat je tegen je vrienden zegt van... Hey man, heb je nog kutbier? Ik proef geen enkele pruim. En ik zou je vertellen, Almir had heel wat pruimen geproefd in zijn leven. Het is een prima biertje. Maar nee, ik proef geen pruim. Er zit geen pruim in. Of wel tegen zich. Nou, dan hebben we alleen nog de IPA. Wat er een beetje uitziet alsof iemand toch een probleempje met de blaas heeft. Dat gaat toch niet helemaal lekker met iemand. We gaan gewoon proberen. Doggy stijl. Op zijn hondjes. Gaat die. Wat heel raar is. Want dit is dus een IPA-doggystijl. En die is niet zo heel erg heftig IPA. En lul.lul is geen IPA. En die smaakt heel heftig naar IPA. Is die vies? Nee. Is die lekker? Ja. Het is een lekker biertje. Ja, ik vind het een lekker biertje. Ja, ik kan er nog wel uren over doorgaan. Maar waarom zouden we? Bierstore XL heeft het opgestuurd. Ik heb het geproefd. Wat kan ik ervoor zeggen? Tijd voor de cijfertjes. Kutbier scoort niet goed. Waarom? Kutbier werd mij gepresenteerd als een pruimenbier. En ik proef een pruim. Ja, dan is het gewoon inderdaad gewoon kutbier. Want als je zegt dat er pruim in zit, ja, dan moet het toch naar pruim smaken. Het smaakt weer pruim. En dan krijg je van mij een 5. Ja, meer is niet waar dan. Smaakvol biertje, prima biertje. Maar als je zegt dat je een pruimenbiertje bent, moet je pruim smaken. Klaar dus. 5. Doei. Nummer 2 is de 0.0. Grapje naar 0.0, want hier zit verschrikkelijk veel alcohol in. En het is inderdaad een sterk biertje. En ik hou niet zo van sterke biertjes. Waarom niet? Omdat ik vind dat je bier gewoon lekker als water hele avond moet drinken. En uiteindelijk moet je zeggen, ik heb te veel gedronken. Maar niet na 2 bier, maar na 20. Iets te sterk, naar mijn mening. Wel goed voor smaak. Daar is het probleem helemaal niet te vinden. Maar het punt is...
is gewoon te sterk voor bier. Het is bijna in je paadje, die krijgt van mij een 6. En de winnaar van Beer Store XL Contest is Doggenstyle All The While Pale Ale. Pale Ale? Dat is helemaal geen IPA. Ik hoop dat het brullen dat het geen IPA is, want het smaakt niet naar IPA, maar dat klopt. Het is ook helemaal geen IPA, het is gewoon een Pale Ale. Mijn fout. De winnaar is dus Doggenstyle. Niet om de kleur, want ik vind het een beetje een vieze kleur, maar om de heerlijke smaak. Prima biertje. Goed te drinken. Die is van de hand. Doggenstyle. All the while. En Doggenstyle krijgt van mij gewoon een 7. Nou, bestel lekker verschillende soorten rare biertjes bij Beer Store XL. De kortingcode is Jan Roos. Ik krijg 50% korting over het hele assortiment. Denk je dat ik omgekocht ben? Nee. Want met 3 flesjes bier kun je mij niet omkopen. Ik zeg gewoon wat ik vind. Ik zeg gewoon wat ik wil. En ik doe wat ik wil. En ik zeg wat ik vind. Nou ja. Dag.